TSC won vorige week verrassend bij Achilles 29 met 2-0. En hier krijgt Lisse de strafschop. De overtreding van Sjaakison. En scheidsrechter Gansner geeft de strafschop aan Lisse. En was het wel een strafschop? Ja, iemand vasthouden in de 16 is nooit slim. Gansner had hem kunnen geven en geeft hem dus ook aan Lisse. Er is Van Ewijk terug na 5 weken schorsing. En hij is meteen belangrijk, want hij schiet de strafschop binnen. Van Ewijk dus. In de competitiewedstrijd tegen HAC kreeg hij een rode kaart. Dan de tweede helft. Want hier had Lisse misschien wel een penalty moeten krijgen. Maar de scheidsrechter zegt, nee, het is geen hens. Dan een paar minuten later, het is echt een hoofdrol voor Gansner. Stuurt hij de net ingevallen Maria weg. Waarom is veel mensen onduidelijk. Ook Maria. En dus mag TSC verder met 10 tegen de 11 van Lisse. En Lisse gaat de tweede uitzegen van het seizoen boeken. Dit is Stevens. Legt het beheerst af in blessuretijd. En van de putten schiet Lisse na een 2-0 zegen. 8 van de 9 punten pakte Lisse buitenshuis. En vandaag dus 3 in Tiel.